Als we nou, kijk, dan heb je die plaat, die is klaar, die ligt voor je. En dan kijk je naar die tracklist en naar al die nummers. Er zit natuurlijk overal zit een verhaal voor je achter. Maar als jij nou voor jezelf naar die plaat kijkt, heb je dan een idee dat een bepaalde periode vangt? Of een bepaald groter gevoel? Of is het meer een bundeling van wat op dat moment speelde? Ja, dat is gewoon een bundeling. Want het is niet, het is gewoon... Ja, een periode kan je niet echt zeggen. Het zijn stukjes uit periodes. En als er dan een volgend album komt, dan zijn dat ook weer stukjes uit periodes. En misschien periodes die voor dit album al waren. Dat kan. Ja, want ik kan me voorstellen dat je nu als inspiratie op een gegeven moment eigenlijk alles kan gebruiken tot de release van deze plaat. En dan daarna weer eigenlijk een soort van nieuw tijdvak zich opent voor... Ja, kan. Maar ik denk niet... Maar het zou leuk zijn als weer periode, dingetjes uit periodes van mijn verleden gemixt met nu en straks net voor die plaat erop zouden staan. En dat is ook bij deze plaat eigenlijk. Want sommige dingen die ik heb geschreven, dat is wel dan in een bepaalde periode geschreven. Maar dat is ook van net daarvoor of een paar jaar daarvoor. Maar ja, dat maakt het ook divers qua onderwerpen, denk ik wel. Als ik zo naar jouw album luister, dan heb ik ook het idee dat best wel een belangrijk thema in jouw album ook wel je jeugd. Dat komt ook op bepaalde manieren weer terug. Heb jij dat gevoel ook dat jouw jeugd wel een belangrijk thema is in... Nee. Okay. Nee, niet zo. Okay. Niet zo zoals je het nu... Op wat voor manier komt dat volgens jou dan wel terug in het album? Jouw jeugd? Ik weet niet precies waar je dan aan zit te denken. Nee, niet zozeer. Gewoon een gevoel in flarden van bepaalde verschillende nummers die ik dan misschien in mijn hoofd bij elkaar breng. Maar dat gevoel heb jij zelf niet. Ik ben gewoon heel kinderachtig, dus misschien is dat wel van 2 jaar terug of zo. Nou, niet per se uit mijn jeugd. Er zijn wel kleine dingetjes die je hoort, ja, dat klopt wel. Die komen dan uit je jeugd. Maar ja, dat zou ook leuk zijn als dat weer op een andere album, een volgend album bijvoorbeeld, ook weer zo naar buiten komt. Nee, dat is niet de rode draad of zo. Dat is niet het. Nou, een concreet voorbeeld dan staat ook je moeder's overleden toen je 17 was. Mm-hmm. Dat is natuurlijk altijd heftig. Daar staat wel een nummer. Daar heb jij wel een nummer over geschreven. Dat vond ik gewoon wel heel belangrijk. Ik vond dat voor mezelf heel belangrijk om dat van mij af te schrijven. En en toen had ik dat geschreven en toen dacht ik van dit... Ik kreeg kippenvel, zeg maar, toen ik daarin rapte. En toen dacht ik, dan moet dit op mijn album. En als dan Kees de Koning ook dat een geweldig nummer vindt en zegt, ja, dit moet ook op je album. En anderen die zeggen dat ook, dan is het gewoon zo. En dan wordt het dat. Alleen ik had het refrein had ik geschreven, maar had ik nog niet echt iemand in laten zingen. Had nog niet iemand gezongen waarvan ik dacht van ja, dit is het dan. En toen kwamen we op Kees Mayfield. Ja, en hij maakte in het Engels die hele gevoelige, maar ook best wel van die emotionele nummers, weet je wel. En toen dacht ik, ja, zou het niet tof zijn als hij dat ook in het Nederlands kan doen? En toen zei Farid van Thomas, die zei van, ja, ken je Kees Mayfield? En toen keek ik op zijn site en toen zei ik, oh, is hij dat? En toen had ik meteen zoiets, ja man, laten wij hem vragen. En hij heeft gitaar ingespeeld ook. Ik had het eerst ook in laten spelen, maar hij heeft dus uiteindelijk heeft hij dat opnieuw ingespeeld. Okay. En ingezongen, dus daar was ik wel heel blij mee. Nu is het wel compleet, dat nummer. En nou ligt zo'n best wel heel erg persoonlijk verhaal ligt toch wel in de openbaarheid op zo'n plek. Is dat soms, kan dat confronterend zijn? Nee. Of is dat nu definitief van je afgeschreven? Nee, dat was het al, dus... Ja. Ik hoop dat er iemand is die hetzelfde voelt en die daar dan zijn energie uit kan halen. Dat zou het mooiste zijn, toch? Dat had ik altijd, zeg maar, als ik muziek luisterde en hele vrolijke muziek. En dan had ik zoiets van, ja man, en dan voel ik me vrolijk. Weet je wel, voor het uitgaan, ik weet niet of je het zelf mee hebt, maar voor het uitgaan, dan zet je een nummer aan waar je heel vrolijk van wordt. Heb allemaal leuke muziek aan. En dan, dat is dan een blije emotie of zo. Maar stel dat je heel verdrietig bent, en dan ik zet er dan ook gewoon verdrietige nummers op. Of hele, ja, misschien depressieve nummers op of zo. Maar ik voel me daar ook comfortabel bij. En ik denk dat er heel veel andere mensen zijn die dat ook hebben. En dan hebben ze dit nummer. Want ik denk, er zijn heel veel mensen die iemand zijn verloren.
of hebben verloren, een moeder of een vader. En dan kunnen ze dat nummer lekker aanzetten, dan kunnen ze lekker zitten janken ergens in hun eentje. Het delen van gevoel is dus heel belangrijk. Ja.